En ik ben Cor. Goedemiddag, ik ben Marco. Ik ben van Stamtransport Schermeroren. En ik ben van TC Transport. En wij hebben vandaag deelgenomen aan de Pure Business Boost. Met name de inhoud. Wat ik sterk aan het verhaal vond. Inspirerend. Inspirerend. Ja. Zet je tot nadenken aan. En dat vind ik op dit moment heel erg belangrijk. Ja. Het was leuk om eens kennis te maken en te spreken met andere vervoerders. Ja. Die ook dezelfde problemen zitten. Juist. En op een andere manier ernaar willen kijken. Gelijkgestemde is vaak wel interessant, maar je hoeft niet altijd dezelfde mee te maken. Ik ben Erik Hengsman. Ik ben van de transportmakelaar uit Nijverdal. Logistiek dienstverlenend bedrijf. En ik was hier vandaag om wat te leren. En toch ook vooral uit nieuwsgierigheid, moet ik zeggen. En ik moet eerlijk zeggen, aan het eind van de dag, ik kan alleen maar concluderen dat het een fantastische dag was. Zeer leerzaam. En leuk om erbij te zijn. Mijn naam is Herman Bult. Ik ben eindverantwoordelijk voor een mooi bedrijf, NEDISTI Service in Nunspeet. Een transporteur die distributie doet van raamdecoratie over Nederland. De dag vandaag was een inspirerende dag, ik kan niet anders zeggen. De groepsgrootte was prima, daardoor kreeg je toch met iedereen bijna wat te maken. De analyses waren goed, een punt van aandacht en denk ook wel voor mij een stuk overweging. De samenstelling en de ervaring van de verschillende mensen, die balans moet goed zijn. Mensen brengen dingen, mensen halen dingen en ik denk dat vandaag een goede verhouding was. Maar ik denk ook voor toekomstige sessies goed bij elkaar moet worden gekozen en daardoor blijft het ook voor iedereen interessant. Ik denk per saldo meer dan een succesvolle dag voor mij. Ian Clouting, Posco Greco Logistics. Vandaag aanwezig op de Pure Business Boost. En een boost was het zeker. Ik heb alle formaten voorbij zien komen in de transport en logistiek. Daarbij kwam iedereen tot dezelfde conclusie dat samenwerken tot een goede verbetering zal leiden. Dat Bram met zijn nieuwe samenwerkingen met grote partijen een mindset kan ontwikkelen waarbij de toekomst verzekerd is. En waarbij iedereen weer verder kan en wij klaar zijn voor de toekomst. Even kijken, ik had social media erbij gepakt. Ik hoor iets over social media. Dat is iets wat wij op zich wel leuk vinden, maar uiteindelijk niets meer doen. Dat was een beetje. En dat ik met mijn compagnon meer ga filosoferen over wat we met ons bedrijf doen. We verzanden vaak in operatie. Ja, nou, bij ons op korte termijn in ieder geval waar we mee gaan beginnen is toch weer of weer beter inzicht, directe inzicht, voorcalculatie, nacalculatie. Dat is gewoon heel eenvoudige stap. En verder inderdaad nadenken waar we naartoe willen. Goed kijken waar willen we heen. Wat zijn onze plannen? En die gaan we zien te verwezenlijken. Dat gaan we nog de financiële administratie behoorlijk onder de indruk van het verhaal van meneer Holweg. Die me toch wel op een bepaald idee heeft gebracht. Hè? Dus controle op de cijfers. Zodat toch sneller cijfers beschikbaar zijn en wat zorgt voor een betere sturing. Ja. Maandag ga ik een afspraak maken om de overweging koopauto's of leasen. Dat dan lease toch heel veel dingen nadelen kleven. En dat hebben we ook toch wel gehoord vandaag. Ik daar toch nog wel eens een keer een afspraak over gaan maken. Dan zien we wat betekent dat voor ons. Want kopen geeft toch meer vrijheid. Ik ga maandag mijn boekje nog eens bijpakken. Ik ga het filmpje bekijken. En mijn mensen de hoop geven dat het toch echt kan en dat het gebeurt, ook bij onze huidige klanten.